Ik ga nu maar even weer opnieuw beginnen en ik ga weer vloggen. Ik dacht, daar heb ik er zin in. En misschien dat je de laatste video die jullie hadden gezien is dat ik... Super tof dat je kijkt naar een gewoon nieuwe video. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En zoals jullie weten van sommige mensen, ben ik even pauze gaan houden. Maar ik heb nu goed nieuws. Ik kom weer terug. Ja, ik heb alles voor herpakken. En voor mensen die denken vooral vragen hebben, hoe zit je met rijden, met de theorie van je rijles, gaat het redelijk. Maar ja, ik ga nu maar even weer opnieuw beginnen en ik ga weer vloggen. Ik dacht, daar heb ik er zin in. En misschien dat je de laatste video die jullie hadden gezien is dat ik jury ben van Special Media Award. Dat klopt. Ben jij nog niet voor mensen die er vragen over hebben, je kan niet meer aan meedoen. Deelnemers, om zo te zeggen, zijn al bekend. Die in de selectie die zijn geselecteerd. En daar had ik twee weken terug ongeveer had ik het in moeten zenden. En dat is nu gebeurd. Nou, voor mij al 3 weken zelfs. Dus, dus dat. En dan ga ik niet meer focussen waar ik mee bezig was. Waarom ben ik weer terug? Ik dacht, ik mis het eigenlijk wel weer een beetje. Ik zag dat jullie het leuk vonden, jammer vonden dat ik even tijdelijk gestopt ben. Maar jullie dat snappen. Ik wil jullie hiermee in ieder geval bedanken dat jullie begrip voor hebben. En ik heb ook een paar filmpjes van gekregen. En vind ik ook tof om te kunnen horen. Maar ja, wie er in de jury zit, hè, dat is... Teun Peters zit er weer in de jury. Elko Kingma zit er ook weer in. En wie zit er nog meer in? Kirsten. Nog wat, ik weet er achterna niet even niet meer. Maar mensen, dat is niet belangrijk. In de jury zit Kars. Ik natuurlijk. Kirsten Jansies. Gwen van Porten. Elko Kingma en Teun Peters. En ik heb pas geleden een shirt gekocht van Teun Peters van Vink. Leuk. Daar kan ik eigenlijk gelijk eens over zeggen. Dan ga naar een goed doel Parkinson. Wat is Parkinson? Dat je gaat trillen, een ziekte. En wil je weten waarom ze dat sturen? Check even anders de Instagram van Vink Leuk. Dik shout in ieder geval naar Vink Leuk. Ik ben bezig om mijn computer opnieuw op te starten. Want hij deed al een beetje moest bijwerken of zo. Geen flauw idee. Maar dus dat. En ik kan je ook altijd denken, ik heb heel veel dingen gebeurd de laatste tijd. Zoals jullie gezien hebben op Instagram, welke bellen heb ik weer na lange tijd Sanne weer gezien. En ik heb griep gehad. Ik dacht, nou, dat is gewoon griep. Want ik heb koorts gehad, dus dat is een van de symptomen. Maar ik denk dat jullie wel vast wil ik ga gewoon even buiten brengen. Toen heb ik me laten testen. En dat test is negatief. Dus ik heb geen symptomen. Ik heb niet corona, in ieder geval. Dus goed nieuws. Maar dat is allemaal nieuws wat ik wil zeggen. Ik dacht, ik ga even vast voorbereiden dat jullie morgen gewoon een vlog gaan zien. Dus vandaar. En lekker bakje pleur. Altijd lekker. En ja. Ik ben benieuwd of jullie al hebben getest. Of jullie symptomen hebben gehad. Of jullie ziek zijn geweest. Ben ik wel benieuwd naar. En ja. Laat me weten in mijn reactie. En hoe jullie nu tegenop kijken. Want natuurlijk. Cijfers gaan nu omhoog. Zijn jullie bang ervoor? Of laat even weten in een reactie. Wat jullie ervan vinden. Ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe jullie kijken tegen corona sinds de eerste en de tweede golf. Wat er nu eigenlijk aan de gang is, de tweede golf. Laat maar weten in de reactie. Dus, nu lekker even een bakje koffie drinken. Maar wat ik ook kan zeggen is, ik heb ongelooflijk veel zin in Special Media Award. Wanneer kunnen jullie Special Media Award volgen? Is op 10 november. Dat is op een dinsdag. Om 7 tot... Nou, hou ik jullie nog wel op de hoogte.
Gaan we voor de zekerheid goed nachecken hoe dat allemaal zit. Dus, want het vind ik wel belangrijk dat jullie weten wanneer het is, hoe laat. Maar het is nog veel zover, dan het is nu oktober nog. Het is 24 oktober voor mij. En voor jullie natuurlijk 26 oktober, als ik goed zeg. Ja, 26 oktober. Dus ja, dan gaan we nu... dadelijk heb ik een gesprek met iemand, maar dat gaan jullie al sowieso binnenkort wel zien misschien. Dan ga ik nu hier ook een video in ieder geval van bij afsluiten. Ik wil alleen even een break geven dat ik weer terug ben. Dat is het. En ik hoop dat jullie weer in beneden abonneren. Duimpje achterlaten. En zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog. Morgen om 1 uur. Ja. Ik heb heel even tegen jullie kwijt. En dat is... ik ga even voor tijdelijk stoppen. Met vloggen. Want... ik moet even...